zonnige grasmatje hier in Enschede. Het is lekker weer. Het is nazomeren en we beginnen dus het nieuwe seizoen met de Supercup. Eerste editie, nieuwe stijl. Bij FC Twente met drie nieuwkomers. Van Ginkel op het middenveld. Er kwam van Heerenveen, Kerkdijk. Over Leonne en Sanne Alspraken. De nieuwkomer van Brighton, Aue. Gekomen van Peck, net als de coach Joran Pot. Bij Ajax zien we één nieuwkomer. Dat is Ashley Weerde. Aanvalster van Montpellier. Die 3 jaar in Enschede speelde voor FC Twente. En in 60 competitieduels 6 keer wist te scoren. Minuut stilte. Naar aanleiding van het overlijden van Piet Schrijvers. Het boegbeeld van Twente eind jaren 60 en jaren 70. Een boegbeeld dat ook grote sportieve successen boekte. Kardinaal met de goede sliding. Van Ginkel. De Slagers. En daar is Kalma helemaal vrij om binnen te schieten. En dan staat het al heel snel 1-0 voor Twente. Daar ging het uitverdedigen niet helemaal zoals Ajax gewenst had. Zoals Doorn gewenst had. Maar het liep wel zo af. En dat mag je niet doen met Kalma bij je in de buurt. Vorig seizoen 33 doelpunten in de competitie, Fena Kalma. Ter vergelijking, het seizoen daarvoor kwam ze niet verder dan 11 goals. Een reuzensprong gemaakt en ze lijkt al vroeg in dit seizoen ook weer te willen beginnen. De landskampioen dus op voorsprong in deze Supercup. Kleine countermogelijkheid voor Twente, maar het is lastig. Zeker als Sabayo nog even gaat hangen bij Van Doren. Dat vertraagt een klein beetje, maar niet genoeg, want hier is Renate Jansen. Vlotte aanval hoor van Twente. En Olieslagers wil wel afdrukken. Kop zit daar mis en dan moet het toch raak zijn, zou je zeggen. Maar Bente Jansen krijgt hem er niet in, daarna Kalma ook niet meer. Mega kans op 2-0. En waar Doorn niet goed uitzag bij de 1-0, ziet Kopper hier niet helemaal goed uit. Op het moment dat de 2-0 kan vallen. Weerde even vanaf de rechterkant, gaat de 1-2 aan. Die lukt ook met Pelova. In de kleine ruimte is dit toch knap hoor van Pelova. Ze probeert die bal voor te leggen, daar staat niemand. Maar de bal gaat toch ook rakelings langs de paal. Ashley Weerde. Verhoeven. Ruimte en tijd voor een goede voorzet. Leuchter. Ja, raakt die bal ook met de arm. Daar had voor gefloten kunnen worden. Zeker nu Ajax doorspeelt met Pelova. Kardinaal. En dan komt die bal voor Leuchter. En dan is het voor Ajax ook raak. Dan gaat het daar achterin bij Twente ook even helemaal mis. Net als bij de 1-0 achterin bij Ajax. Nu een cadeautje van de Twente-defensie voor Leuchter. En zo hebben de twee spitsen op schot afgelopen seizoen hun doelpunt alweer te pakken. Hier gaat de aanval door en dan uiteindelijk een voorzet die gewoon weg kan worden gekopt door Danny Kerkdijk, als het mij vraagt. Dan valt er voor de voeten van Leuchter en is het intikken. Na ruim een half uur. Het is wel belangrijk om te weten dat in deze Supercup er geen verlenging gespeeld gaat worden. Bij een gelijke stand na 90 minuten gaan we meteen verlengen. Maar zolang is het, zover is het nog lang niet. Pelova. Te scherp voor Leuchter. En dus Van Domselaar. Pelova in één keer door op Weerde, op snelheid met Leuchter voor de goal. Moet het de megakans gaan worden voor Ajax? Ze kan het ook zelf doen.
geprobeerd door Ashley Weerde. Nou hoor ik je goed, Dennis. Ja, Ben. Bente Jansen? Nou, Bente Jansen, dat gaat wel heel makkelijk. Maar ze schiet hem er niet in. Ze komt ook niet ongeschonden uit de strijd. Maar ze leek daar toch zo'n vrije schietkans te krijgen. Eentje waar je ook wel een beetje over verbaasde. Want deze paas is natuurlijk zo slecht nog niet. Maar Verhoeven laat zich daar heel makkelijk aftroeven. Olieslagers. Voorzet die erin valt. Daar kan Kop niets meer aan doen. Het doelpunt van Marissa Olieslagers. Vervelend moment voor Kop. Dit leek toch niet als schot bedoeld te zijn. Maar hij valt wel lekker binnen op deze manier. Valt die bal over Kop heen. Is het raak voor Twente. Dan staat het 2-1. Verhoeven. Belova. Ruimte bij Weerde. En die kan hem ook goed afgeven. Kan ook zelf voor het schot gaan. En die gaat erin. Goeie goal van Ashley Weerde. Wat nou? Niet een echte doelpuntenmaakster. We zeggen nooit meer wat. Het is gewoon ook echt een goede goal. Echt een goede goal. Er is een lekkere zwabber ook aan die bal. Goed schot. Zo antwoordt Ajax dus weer naar een voorsprong van de tegenstander. Kalma. Zoekt de verre hoek en daar is Kop. Daar is de kip erbij. Bekeken balletje. Nadat ze Kardinaal toch vrij gemakkelijk van zich af weet te schudden. Die Slagers. Kalma. En Kop heeft hem maar half, dat is niet genoeg. Maar uiteindelijk toch. We zijn natuurlijk de reserve goalie. De grootste concurrent staat aan de andere kant van het veld. Aan het toeziend oog van Jonker. Sanders niet goed uitverdedigd. Daardoor kan Bente Jansen misschien uithalen. Die zoekt ook de verre hoek. Dat is al vaker een succesrecept gebleken. Spitsuur even. De 16 bij Ajax. Van Doren. Bente Jansen. Nee, dat is een foute keuze. Om meteen die bal vanuit de stuit binnen te schieten. Belova. Eigenlijk zou Weerde die bal terug moeten krijgen, want die zette deze aanval op spectaculaire wijze op. Ze is ook het eindstation, maar niet meer het voor haar gewenste eindresultaat. Dit was dat hoogstandje. Deze tegenstander te kijk zet. Belova bediend en vervolgens als ze doorloopt ook nog de trekker mag overhalen. Paas op Leuchter, geen buitenspel, dus Leuchter kan uithalen. Hard ook. Vlakke handen van Van Domselaar. Dat was ze ineens. Olieslagers. Nou, nou! Doe het dan maar zo! Wat een schot, hè.
wel bedoeld was. Die haalde de woorden uit de mond. Heerlijk. Heel goed. Olieslagers met de 3-2. Grant verlengt. Victoria Pelova. Grant op snelheid. Sneller ook dan de tegenstander. Dan is dit een goede bal. En moet Hoekstra hier iets goeds mee doen. Maar dat gebeurt niet. Het is niet goed genoeg. Ze raakt die bal niet vol. Hij gaat wel op goal. Maar dat is hij nog te herstellen op de doellijn. De gouden kans. En Aue, die zich eigenlijk al heel goed heeft laten zien in die tweede helft. Als rechter centrale verdediger maakt zich nu onsterfelijk. De Supercup editie 1. Versie 2 is voor FC Twente. De eerste prijs voor Joran Pot als hoofdtrainer van het vrouwenvoetbal. Als hoofdtrainer van FC Twente. Dat is een mooie opsteker in een aantrekkelijke wedstrijd. Een leuk duel voor de neutrale kijker. Maar nu na afloop ook zeker voor de fans van FC Twente. Eerste editie, nieuwe stijl. Hij is voor FC Twente.